grapje, lacht Vivian. Hoe meer kleren, hoe beter. Eloise, je hebt een kinderboek geschreven. Vertel, waar gaat het over? Het gaat over tweedehands kleding. Eigenlijk over Vivian, de hoofdrol, die erachter komt wat de waarde van kleding eigenlijk voor haar is. Ze is heel erg van het koop, koop, kopen. Ja. En niet stilstaan bij wat ze eigenlijk koopt. En je ziet gewoon door het boek heen de verandering qua bewuster worden van wat ze allemaal koopt. En ja, wat kleding eigenlijk allemaal is. Waarom vind je het belangrijk om dit verhaal te vertellen? Omdat ik denk, ja, ik kan me niet herinneren dat ik vroeger iets over duurzaamheid heb geleerd en laat staan over tweedehands kleding. Dus ik vind het super belangrijk om er aandacht aan te geven. En kleine kinderen zijn zo nieuwsgierig en leergierig dat het gewoon heel goed is, denk ik, om jong iets van bewustzijn mee te geven. De pijnhoop is nog erger. Binnen en nu ook buiten. Je zat hier net tussen de kids. Denk je dat het gelukt is om je boodschap over te brengen? Ja, je merkt wel dat kinderen zijn gewoon lekker nieuwsgierig ook naar andere dingen. Maar ik vind dan bijvoorbeeld zo'n meisje die zegt van ja, ik heb mijn kleding die te klein was, heb ik gedoneerd voor goede doelen. Dan denk ik, ja, dat zeg maar, ook al is het één iemand die toch een beetje die boodschap meekrijgt, dat vind ik zo leuk. Wat zou ik aantrekken, mompelt Vivian, als je op mijn kamer zit? Dit gele shirt met een rokje, de groene jurk met de stroken. Tweedehands kleding, dat is natuurlijk helemaal op jouw lijf geschreven. Je hebt zelfs een bedrijfje gestart wat betreft tweedehands kleding. Wat zit er achter dat bedrijfje? Ja, klopt. My Lima Lima inderdaad is een bedrijf wat ik heb opgezet met Thomas. En mijn moeder zit een beetje op de achtergrond. Die is er gewoon heel goed in. Wat we gaan doen daar is goede doelen helpen door middel van gedoneerde kleding te verkopen. Dus eigenlijk alle winst naar goede doelen. Twee goede doelen met wie we samenwerken. Dat sluit ook eigenlijk toevallig hier heel goed inderdaad bij aan. Maar is dat toeval dat dit nu samenvalt? Ik had erover nagedacht vanochtend dat ik dacht, oh ja, wacht even, dit is wel echt heel toevallig. Het matcht perfect eigenlijk. Begin dit jaar sprak ik ook jouw broertje, Klaus. Ja. Die zit natuurlijk ook helemaal in de bedrijfjes. Je hebt nu ook je eigen bedrijfje opgericht. Heb je dan ook tips van hem gekregen? Ja, hij is dus heel goed in al het soort van alles op een rijtje hebben, financiële, vinden wanneer het beste moment is voor wat om te verkopen en kopen zelf en zo. Dus ik kan hem zeker voor tips vragen en hij geeft ook heel veel tips. Dat ik soms denk, laat me met rust, ik probeer het zelf wel. Maar nee, ik moet het ook wel van hem aannemen, want hij is heel goed in wat hij doet. Ja. Ik word op mijn schouder getikt, dus we moeten afronden. Maar laatste vraag, het boek, waar, wanneer is het te krijgen? Het is te krijgen vanaf, sorry, ik zit even te kijken, in Kruidvat vanaf maandag hoor ik. Dus dat is heel fijn. Dus dan kan je verkrijgen.